In een brief aan de ouders heeft de GGD laten weten dat de vestiging van het consultatiebureau in Hank gaat verhuizen naar Almkerk. Op Facebook wordt er boos gereageerd op de verhuizing. Suzanne Buzer uit Hank heeft als ouder een brief geschreven naar het college van burgemeester en wethouders. Waar is het besluit genomen en waarom is het genomen? We kwamen erachter dat het collegebesluit is van 25 september, jongstleden. En op dat moment heb ik ook gewoon besloten, maar ja, dan moet ik ook het college aanspreken. We kunnen met z'n allen discussiëren en zeggen dat we het er niet mee eens zijn. Maar ik dacht, ja, laten we het op de juiste manier het gesprek aangaan. En laat ik het college aanschrijven, de twee wethouders die mij ook verantwoordelijk zijn. Om in ieder geval met hen het gesprek te openen waarom het dicht gaat. En of dat er een echte reden is, behalve ons meer keuzemogelijkheden geven. Ja, dat we er eigenlijk achter kwamen van ja, maar waarom is het nu gewoon dicht gegaan? Vertel ons dat. En in mijn ogen is de beslissing ook iets te lichtvoetig genomen. En heeft niemand daar echt goed over nagedacht wat dat misschien los zou kunnen maken. Nu loop je eigenlijk gewoon even een stukje op richting het consultatiebureau. En ook als je daar je gesprek hebt gehad, is meestal, vooral na de inenting, is je kind meestal toch wel even een beetje huilerig en chiquenurig. Op het moment dat je dan rustig naar huis loopt, dan heb je ook gewoon even je ommetje gehad. En in ons geval is de kleine altijd weer lekker rustig en is het eigenlijk weer een beetje vergeten. Op het moment dat je natuurlijk naar Almkerk moet, moet je of de auto in, de auto uit. Dat is toch allemaal net iets meer beslommeringen. En er zijn gewoon heel veel mensen, en dat geven ze ook op Facebook aan, die geen auto hebben. En die nu ook echt zoiets hebben van ja, maar wat moet ik dan? Moet ik dan constant mensen gaan regelen die me daar naartoe brengen? Moet ik met het openbaar vervoer? Dus één keer in het uur kun je heen, één keer in het uur moet je terug. Mis je de bus? Want de afspraken lopen natuurlijk regelmatig gewoon uit. Dat kan ook niet anders. Ja, dan sta je gewoon een uur met je kleine in de kou. Ja, dat is een beetje balen. Wethouder John Bakker laat in een reactie weten kwaliteit te kiezen boven gemak. Wanneer het besluit vervoersproblemen oplevert, dan kan mogelijk de taxirit vergoed worden door de GGD. Daarnaast laat Bakker weten dat door de verhuizing er een betere bezetting zal zijn in Almkerk, waardoor het makkelijker is een afspraak te maken en er beter advies gegeven kan worden.